Zo, het was een middagje vooral hangen op de stoel. Het is buiten veel te heet. Het is 35 graden hierachter. Je kunt er echt niet lekker zitten nu. Zometeen gaan wij naar Valerie. Die is natuurlijk jarig vandaag. Ja, jongens, het regent. Niet super hard, maar het regent wel. Hele goede morgen. Het is vrijdagmorgen 26 juni 2020. En ik begin gelijk met de verjaardag. Ja, deze dame heb ik natuurlijk al lang gefeliciteerd vannacht om 12 uur. Maar Valerie is vandaag jarig. Lieve Valerie, ook via hier van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we maken er een toppe dag van. Nou, mij zie je pas aan het eind van de dag verschijnen, want ik moet eerst gewoon werken. Maar je cadeautje heb je in elk geval gehad. Ik ga even hier gauw een video editen en dan aan de slag. Het is nu nog geen 7 uur, dus ik heb nog heel even tijd. Dat scheelt. Maar wat was het warm vandaag. En net waren er heel fijn wolken. Dus ik denk, oh, het wordt misschien iets minder warm. En nu voel ik de zon alweer branden hier. Jammer. Ik vind warmte best oké, maar zo'n 20, 21 graden vind ik ook wel genoeg, zeg maar. Die 30 voor mij niet. Nee. In elk geval ga ik even video editen, dus ik zie jullie straks. Zo, ik heb mijn tas al op mijn schouder. Lunchje erin, kleine lunchjes. En zoals je kunt horen, ik snotter, maar het is echt hooikoorts, want ik heb zere ogen. Ik heb net gedruppeld, dus ik hoop dat het zo wegtrekt. Maar jongen, jongen, jongen. Ja, deur maar dicht. Ik ga op naar het werk. Jullie gaan even in de tas. Want vanmiddag ga ik nog even de resterende kleding ophalen. Dus ik denk, ik heb mijn papierpas mee. Ja. Ophalen bij Enjoy. Het is nu allemaal binnen. Dus dat is fijn. Is het hele setje compleet. En kan ik van de zon afwisselen met broeken, shirts. Heb ik een spijkerjekje weer. Het is lang geleden dat ik een spijkerjekje heb gehad. Echt lang geleden. Dus ja. Dus daarom ga ik ook met de auto. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar als ik naar Alkmaar moet en ik kan best op de fiets. Maar met een hele hoop kleding. Dacht ik, ik ga wel even met de auto. Even snel op en neer. Ik moet ook nog door naar de verjaardag van Valerie. Dus even praktisch vandaag. Dus ik ga nu een sauna instappen. Dat is... mooi. Hi. Weer thuis. Een hele berg kleren die ik nog heb opgehaald. Ik moet echt mijn kast inruimen, maar dat ga ik na het weekend doen op mijn gemakkie. Als het iets minder snikheet is. Want het is echt niet lekker weer. En dan druk ik het heel zachtjes uit, zeg maar. Maar nou, ik zal even laten zien wat ik nog heb opgehaald. Even kijken. Ik ga even draaien. Een heel simpel effen zwart shirtje. Een paars shirtje. En daar hoort dan ook weer zo'n toffe broek bij. Maar die kan ook op al die andere kledingstukken. En nog een simpel zwart shirtje. En die kan ook op al die broeken die ik heb. En het spijkerjasje wat ik wilde bij de MS. En die hoort bij het pak. Waarvan ik even niet weet waar ik het nu opgehangen heb. Maar ik ga even douchen, want ik heb het warm. Heel warm. Zo, het was een middagje vooral hangen op de stoel. Het is buiten veel te heet. Het is 35 graden hierachter. Je kunt er echt niet lekker zitten nu. Zometeen gaan wij naar Valerie. Die is natuurlijk jarig vandaag. Dus dan gaan we even een gebakje eten. Die hebben we gisteren gemaakt. Appeltaart. Het recept zien jullie. Begin juli. Ik weet niet wanneer precies. Ik denk 7 juli of zoiets. Dat is de laatste kookvideo van de, voor de vakantie, zeg maar. Die zien jullie dan. En nou ja, het cadeautje van mij heeft ze al gehad. Een hakmolen. Die heeft ze gisteren al gekregen. Ja, ik was daar toch. En om nu nog een dag te laten staan, vond ik ook zo onzin. Ze krijgt straks nog een ballon met confetti erin. En die heb ik ook voor Emily gekocht.
En voor mijn zus, want die is ook nog jarig volgende week. Kijk. Het bedoeling is dat hij ook statisch wordt en dat dan de confetti blijft hangen. Maar dat heb ik nog niet voor elkaar gekregen. Ik hoop alleen dat we hem heel aan krijgen, kunnen laten komen bij haar. Want het is een beetje warm in de auto ook. Maar goed, dat zei even zo. Maar ik heb ook even lekker gedoucht en mezelf een beetje opgekalefaterd. En ja, ik had een broek aan en die broek zit heel erg lekker. Maar die was wel heel warm, dus helemaal nat gezweet. Nou, ik heb lekker kleding gehaald nog. Ik heb net lekker gegeten. Ik had vandaag gewoon een brooddag. En dat doet dan wel lekker een salade bij en wat van alles en nog wat. Maar dat had ik om 5 uur al op. En het is nu, zoals je op de klok kunt zien, 6:10. We gaan over 20 minuutjes weg. Oh ja, ik ga mijn bord nog wel even opruimen. En ik was begonnen met kijken naar Fred van Leer. Ik ken hem eigenlijk alleen maar als de beetje eager stylist. Hoe zeg je dat? Een beetje ja, over de top geval. Maar ik krijg door die... Oh, gaat de ballon weer. Documentaire of die serie over hem of zijn leven. Toch wel meer respect voor de man. Ik vind het wel een mooie man. Niet, om te zien is het niet mijn type, maar qua ja, karakter zeg maar vind ik het wel een mooie man. Nou ja, mijn teen is nog steeds kapot. En die stopt ook niet meer met bloeden. Oh ja, en jullie kunnen gewoon mee in mijn tas. Ja, ik denk past er haast niks in, maar ik had net en mijn zonnebril erin. En mijn camera. Nou ja, pasjes heb ik gewoon los erin. Perfect. Dus dat is mooi. Ik ga zo dus naar Valerie en dan zie ik jullie daar wel even. Want we gaan natuurlijk even feliciteren in de video. Dit helder licht is vergeten te vloggen bij Valerie thuis. Dat is stom. Maar goed, we hebben daar lekker een appeltaartje gegeten. Die we gisteren gebakken hebben van de video. En nu zijn we weer thuis. Het was donker en bewolkt aan het worden. Maar buienraden zie ik nog geen regen. Maar ik ga lekker op mijn eilandje. Dus met Bianca afgesproken. Ik ga de switch aanzetten. En ik ga lekker spelen. Zo, ik ga nog even een rondje lopen. Er komt daar wel een lelijke lucht aan. Dat. Maar het zal echt nog een hele poos duren voordat het hier komt. Als het hier al überhaupt komt. Dus ik ga lekker nog even een stukje lopen. Ik heb een blazer aangezet. Het is buiten nu echt wel heel erg lekker, maar ik wil heel graag het Formule 1 café kijken. Dus ik heb, dat is schoon, dat is schoon, dat is schoon, licht aan, tv aan, Formule 1 café, dat is schoonhuis, dat is schoonhuis. Ja, ik moest het nog opruimen. Dat is Bo, dat is familie. Alle kleren. Oh, het zou heerlijk zijn als dat geboren. De buitendeur staat nog open. Ik moet even wat regelen hoor. Help je mond houden dat de buitendeur nog open staat. Ja, dat dacht ik ook al aan. Dus dat is ook goed houden. Ja, want ook het raam hier staat nog open. Die moet ook dicht als het gaat regenen. Er komt regen aan. Ze zeggen over 2 uur. Ik hoop het. Ik ga even pyjama aantrekken en dan op bed liggen. Ja jongens, het regent. Niet super hard, maar het regent wel. Ik moet die even anders neerzetten voor die naar beneden laarzen. Lijkt me een verstandige keuze. Maar het regent. Ik heb al even wat ramen dicht gedaan voordat het in gaat regenen. Dan wil ik nog eventjes hier kijken. Nou, volgens mij staat het hier niet op. Horen jullie het? Dat is het gezang van de plantjes. Die zijn helemaal blij. Nou had ik ze vanavond ook wel water gegeven, uiteraard. Maar toch. Oh, het regent echt. Heerlijk. Nou hoop ik dat alleen bij regen blijft er geen onweer. En er heeft iemand weer vuurwerk.
Het is echt elke keer raak. En nu sliep ik nog niet, maar normaal gesproken slaap ik vaak al wel. En dan word je er dus weer wakker van. Deze doe ik wel iets dichter. Komt nog wel lekker frisse lucht door. Morgen hier eens even een beetje opruimen, want het is echt een zooitje geworden. Ik heb eigenlijk van de week alles elke keer gewoon dichtgeplakt. Omdat je dan, ja, was even makkelijk. Maar goed, het is niet anders. Morgen kan ik dat weer opruimen. Ik was nog even een kleurplaatje aan doen. Ik ga toch maar proberen te slapen. Misschien lukt het, misschien ook niet. Morgen weer een nieuwe dag, zullen we maar zeggen. Dan is Emily jarig. Wordt ze 19, jongens. 19. Nog één jaartje een tiener in huis. En dan heb ik alleen maar 20ers of kinderen. Ik denk dat ik een jaartje ouder word natuurlijk. Had het vanavond nog over. Dat gewoon eigenlijk ongemerkt gaat. Dus ik ga even de tv uitzetten en dan kom ik straks nog wel even bij jullie terug. Want ik gok erop dat ik niet zo 1, 2, 3 slaap. Nou, ik ga de ventilator uitzetten. Het is echt een heel stuk afgekoeld buiten. Nu binnen nog. Ik heb net even in de regen gestaan. Dat was wel lekker. Maar het begint me te onweren. Dan vind ik dan weer een minder dingetje. Ik ben niet van onweer. Ik zag op internet alweer. Sorry, hele mooie filmpjes voorbij komen van mensen die het dan filmen, zeg maar, dat onweer. Nou, dat is aan mij niet besteed. Ik hoef het, ja, nee, liever niet. Maar na al deze warme dagen is het wel goed dat het even regent. Ik denk dat de plantjes weer de pollenhezen door de tuin gaan doen, want die waren er echt wel aan toe. In elk geval ga ik lekker proberen te slapen. Elk uurtje dat meepik vannacht is meegenomen. Ik ben er wel aan toe, na afgelopen nacht en de nacht daarvoor, want het was best heel heet. Goed. Ik zie jullie morgen in een nieuwe video. Dat is een bullet journal video. De start van de maand juli. Belt nog iemand. Tenminste, dat stuurt nog iemand een berichtje. En dan ga ik, want ik moet geluid nog uitzetten. Morgen is een bullet journal video. Zondag een weekendvlog. Dus ik zie jullie terug in een nieuwe weekendvlog. Of in de bullet journal. Ik wens jou alvast een super fijne dag als je deze video's morgens kijkt. En kijk je dan 's avonds. Slaap lekker. Heb mooie dromen. Tot morgen. Goedemorgen.